Ik zou graag een oproep aan u willen doen om eventuele financiële bijdrage te leveren aan ons coronafonds. Noord-Limburg heeft lang in de wurggreep geleefd van het coronavirus, maar gelukkig zijn er nu rustige tijden. Maar er is altijd het risico van een tweede golf. En door middel van ons fonds zouden we heel goed een aantal essentiële vragen kunnen beantwoorden die de gevolgen van de tweede golf zouden kunnen verminderen. Hierbij zouden we kunnen denken om de vraag te beantwoorden waarom patiënten met relatief milde symptomen zo lang klachten hebben. En wat we ook nog niet weten is, wat zijn de lange termijn effecten van het virus op essentiële organen als hersenen, hart en longen. Wij hopen door middel van dit fonds deze vragen te kunnen beantwoorden en beter voorbereid te zijn op de tweede golf.